Een goedenavond iedereen, het is drie na acht. Bedankt om zo goed op tijd te zijn. We zijn al met een kleine vijftien. Ik vermoed dat er straks wel nog wat volk bij komt. Maar het is een mooie avond en jullie zitten allemaal binnen te luisteren naar mij. Dus dat zou het jammer zijn dat ik ook te laat start natuurlijk. Laat ik mezelf heel snel voorstellen. Ik ben Jonathan, ik ben uitpascoördinator voor de regio Zuidwest-Vlaanderen. Ik werk dus niet echt voor een gemeente waar jullie allemaal gehuisvest zijn als organisatie. Ik werk eigenlijk interregionaal. Ik werk of trek van Werve naar nou Wareham om de Blije uitpasboodschap te verkondigen. En soms doe ik dat ook online in deze webinar. Dat ik misschien een paar jaar geleden veel meer deed, maar ondertussen is corona al gedaan. Hij is het soms nog wat zoeken. Dus ik hoop dat technisch ook alles uh, klopt. Uh, ik kan ook zeggen dat deze presentatie al wordt opgenomen. De opname is, als is al gestart voordat jullie hier uh, intekenen. Uh, dus als dat oké okay is voor jullie, dan, dan wordt dat opgenomen. Wil je niet in beeld komen, zet gerust je camera uit. Uh, en hou ook zeker je micro gedempt, uh, zo hebben we geen storend achtergrondgeluid. En die presentatie wordt dan ook en die opname wordt dan ook gedeeld achteraf uh, op ons YouTube-kanaal en krijgt u ook via mail door. Ik ben hier niet helemaal alleen. Er is hier ook nog iemand aanwezig, de Pieter Latree. Pieter, misschien mag je jezelf ook snel eens voorstellen. Uh, goedenavond, iedereen. Ik ben Pieter. Ik, ik ben uh, uitpascoördinator uh, bij de stad Haralbeke. En ik ga de chat een beetje in de gaten houden. Dus als er vragen zijn, stel ze gerust in de chat. We gaan ze dan allemaal bundelen als ik het begrepen heb. En Jonathan zal halverwege even uh, wel pauzeren of uh, kijken van wat zijn er vragen. En dan gaan we even op jullie vragen in. Dus als je vragen hebt, gerust in de chat zetten. Of uh, spaar ze op tot het einde. Als je niet direct kunt chatten, uh, dan beantwoorden we of Jonathan ze op het einde van uh, de rit. Volledig juist Pieter, dankjewel. Uh, die chatfunctie kunnen we altijd al een keer uittesten. Het is altijd leuk om te weten wie er is. Uh, bovenaan, bij mij is dat toch bovenaan helemaal links, zie ik een uh, tekstballonnetje met twee streepjes in. Dat is eigenlijk de chatfunctie. Als je daarop klikt, dan mag je gerust een keer doen. Kan je al een keer uh, melden hier in de groep wie je bent en van welke organisatie je bent. Dan ben ik ook een keer benieuwd uh, uit welke hoeken onze deelnemers komen. Alhoewel, ik weet eigenlijk van waar jullie komen het inspraak. Jonathan, je micro is uitgevallen. Ja, helemaal juist gezegd. Dus uh, wat ik wou zeggen is dat de chatfunctie zeker mag uh, benut worden. Heb je dat nog gehoord, Pieter? Dat nog net, maar nu zie ik ook dat jouw micro afstaat ik, en zo wordt het hele, hele, ja, ja, voilà. ja, hele kampio uh, kampioen aflevering op die manier. Dus uh, <laughs> laat ons er gewoon meteen in vliegen. Uh, enkele vergaderafspraken misschien. Uh, dus zet vooral je microfoon uit wanneer dat iemand anders spreekt zijn de mezelf. Maar straks zijn er ook, dus, is er ook tijd om vragen te stellen. Maar houd die micro wat uit als er uh, te veel microfoons aanstaan Hebben we wat achtergrondlawaai. Je hebt daar de chatfunctie ook staan. En in die mogelijk ja, plaats ook in een rustige, stilruimte. Als je dan een vraag hebt en je komt eens aan het woord, dan horen we het meteen van de eerste keer goed. Waarom doen wij nu zo'n uitpasupdate? Um, ten eerste, um, er zijn de cijfers die voor zich spreken. Het uh, uitpassysteem is zo gebouwd dat dat eigenlijk een digitaal systeem is. Als u het al gebruikt hebt, dan weet u dat. Dan kan u digitaal punten sparen, kansentarieven toekennen, omruilvoordelen toekennen. Straks kom ik nog meteen in detail daarover. Maar we zien dat er, uh, en dat heet wij in de, in de technische uitpasmond, we noemen dat slapende pashouders. Mensen die eigenlijk een uitpas hebben, maar hem nooit gebruiken. En zeker op het vlak van het uitpaskansentarief is dat jammer, want men loopt eigenlijk zo heel wat mooie kortingen mis. Maar ook mensen die punten sparen, zijn soms niet op de hoogte van de voordelen die er zijn, of worden te weinig daarover bericht. En dat willen we samen met jullie eigenlijk aanpakken, zodat eh, al onze uitpashouders en de mensen die zin hebben om deel te nemen aan vrije tijdsactiviteiten, dat op de juiste manier doen. Daarnaast zijn er ook signalen vanuit bestuursploegen die veranderd zijn in de afgelopen jaren. Die, ja, het uitpasproject bestaat al een achttal jaar in onze regio. Die zijn veranderd en die zijn niet helemaal mee in het uitpasverhaal. Wel, kijk, ook daarom doen we dat. En uh, dat komt er ook nog bij, we gaan richting de 500 uitpasorganisaties in onze regio. Dat zijn er al een hele pak. Dat zijn er dus heel veel nieuwe partners die zijn aangesloten. En daarnaast heb ik ook uh, toch in de reacties gezien op mijn inschrijvingsformulier. Dat er ook mensen hier aanwezig zijn die uh, geïnteresseerd zijn om uitpaspartner te worden, of interesse hebben of al ooit een keer gehoord hebben van het uitpasproject. Dus ook jullie zijn zeker welkom om hier vanavond wat extra info uh, te verkrijgen. Maar hé, er zijn wat slapende pashouders, toch zijn er heel wat positieve zaken eh, op te merken. En ik wil u daar zeker al voor bedanken, want het is samen met jullie, dat bezorgen we zorgen voor meer en betere vrije tijd voor iedereen. Kijken we naar het spaargedrag de afgelopen jaren, eh, en in alle cijfers zal je wel een coronadip terugvinden. Maar eh, zeker het aantal spaarders, maar ook het eh, de aantal organisatoren waarbij men heeft gespaard, is serieus gestegen in de afgelopen jaren. Zeker in 2022 tekenen we eigenlijk alleen maar positieve cijfers op. Ook het aantal omgerulde punten bij zoveel mogelijk uitpasbalies, heet dat dan, of bij uitpasorganisatoren, stijgt in 2022. En eh, op vlak van kansentarieven, en dat is toch wel heel mooi, eh, het feit dat we een sociaal tarief kunnen aanbieden aan mensen die het financieel moeilijk hebben om die vrije tijd te betalen, ook dat stijgt, of is heel sterk gestegen in 2022. En dat kunnen we alleen maar doen dankzij jullie, dus we zijn er zeer dankbaar voor. En de cijfers van 2023 heb ik al een keer kunnen bekijken. We zijn zeker al vooruit op vlak van 2022. Dus dus ook 2023 belooft een vreed topjaar te worden. Dus nog eens een dikke merci daarvoor. Goed, voor vandaag of voor het komende uur, wat zal ik hierin vertellen? Ik doe een kleine intro rond uitpas en ga dan vooral de uitpasvisie een keer gaan van Waarom is die uitpas eigenlijk ooit ontstaan? Waarom is die gemaakt geweest? En wat kan je er precies mee doen? Dat is meer verhalend, meer uh, in beelden ook. Het is pas uh, in het derde puntje aan de slag dat ik echt heel technisch ga gaan. Nee, ik heb het gezegd, er is een, uh, een heel grote technische kant aan het uitpasverhaal ook. Er zijn, er zijn wat programma's die je nodig hebt. Ik denk dat er iemand zijn, uh, zijn micro niet gedempt is. Allright, die is nu gedempt. Dankjewel, waarschijnlijk Pieter. Maar dus in dat derde puntje aan de slag, daar ga ik echt de... Um, de technische kant van het verhaal gaan, uh, gaan uitleggen. De twee programma's, vooral de uit Databank en de uit Bali, zal ik daarin gaan, uh, gaan onderzoeken. Uh, Afsluiten doen we met de hulp en de ondersteuning. Je staat er nooit alleen voor als uitpasorganisatie. Waar kan je hulp vragen, zowel online als bij een persoon uh, of bij personen die je kan bellen of mailen? Daar uh, staan we allemaal bij stil. En op het einde zijn er nog wat vragen misschien in de chat die ik kan beantwoorden. Tussendoor, na het puntje uitpasvisie, zijn er ook nog wat vragen. Maar goed, laten we erin vliegen. Wat is die uitpas nu of wat kan ik daar al over vertellen? De uitpas is een kaart en die kaart kan je nu al gebruiken in 130 steden en gemeenten in Vlaanderen. En eigenlijk doorheen de jaren of de komende jaren komen er daar eigenlijk alleen maar steden en gemeenten bij. Eigenlijk binnen een x-aantal jaar zal iedere gemeente wel zijn of haar uitpas hebben. En er zijn ondertussen al 4000 uitpasorganisatoren, waarvan dus bijna 500 in onze regio alleen. Wij zijn eigenlijk een, langs, of een van de langst lopende regio's in het uitpasverhaal. En daar zie je ons kaartje. Dit is het kaartje waarin dat uitpas Zuidwest eigenlijk uh, wordt gebruikt, of waar je die uitpas vooral gaat terugvinden. Dus van Wervik tot Warheim en Anzehem en alles daartussen en daar rond, met Kortrijk als centrumstad. De uitpas Zuidwest uh, vond zijn oorsprong in 2015 en je ziet daar 202, maar dat moet 223 2023 zijn natuurlijk. Uh, zitten we ondertussen aan 65.000 pashouders? Er zijn 65.000 mensen die in het systeem gelinkt zijn en die een uitpas hebben. En ondertussen zitten we dus aan bijna 500 uitpasorganisaties. Er komen er binnenkort nog een paar bij, dus ik denk wel dat we 2023 met 500 zullen kunnen afsluiten. En onze kaart ja, bestaat al acht jaar, maar heeft ook een metamorfose ondergaan, beter gezegd. Sinds 2021 hebben we een nieuwe kaart, een knalgele kaart. Vroeger hadden we een blauwe kaart, die zie je daar rechts bij het meisje. Maar die kaarten doen compleet hetzelfde. Dus ik zie mensen passeren langs mijn uh, balie met een blauwe kaart of met een gele kaart, maakt niet uit, ze doen hetzelfde, ze blijven even goed werken en gaat de blauwe kapot, dan krijgt men een gele in de plaats. Die gele valt meer op, het zijn wat leukere icoontjes erop. We vonden in 2021 dat we een keer aan vernieuwing toe waren, dus vandaar uh, die vernieuwing. Maar goed, die uitpas, hey, dat was een kleine intro, nu gaan we echt uh, wat dieper over wat dat die precies is. Die is eigenlijk ontwikkeld vanuit de Vlaamse overheid uh, vanwege een nood. Een nood waarbij dan men zag dat er zoveel vrije tijdspelers waren in het Vlaamse culturele vrije maar dat mensen toch drempels ervaarden of niet genoeg gepoest werden of niet genoeg aangetrokken werden tot dat vrije om deel te nemen. En dan heeft men een organisatie erop gezet om iets uit te vinden. En uh, de Belg is een spaarder. U, heeft, u hebt waarschijnlijk ook het een en het ander van spaarkaarten of spaarapps uh, bij u thuis. Uh, wel, dus kwam men op het idee van laten we een keer een spaarkaart maken voor vrije tijd. En dat werd dan gedoopt tot de uitpas. Je kan er vier zaken mee, of er zijn vier pijlers. Je kan er eigenlijk drie dingen mee, maar er is nog een vierde pijler die soms te veel vergeten wordt. Je kan ermee punten sparen. Die gespaarde punten kan je omrullen voor leuke vrije tijdsvoordelen. En mensen die het financieel moeilijk hebben, die krijgen nog een extra sociale korting op die uitpas via het uitpaskansentarief. Zij krijgen 80% korting op iedere uitpasactiviteit in onze regio. Tot slot is het ook een promo-tool voor organisatoren zoals jullie, maar ook voor de burger, om bekend te raken met het uitpasaanbod in zijn buurt of naar zijn interesses. En we gaan die vier pijlers nu even uh, van dichterbij gaan bekijken. Het punt te sparen, dat is eigenlijk het simpelst. Je neemt deel aan een uitpasactiviteit. Je krijgt een punt. En zo simpel is dat. Misschien kent u onze uitpass-spaarzullen van in de bibliotheek, van in het zwembad, de sporthal, het cultureel centrum. U ziet daar ook een hand die de, de uitpas scant aan zo'n zuil. Wel, uh, je neemt deel aan een de activiteit en je krijgt een punt. Wat is interessant misschien om hier te melden: dat als je dat wil als organisatie, je een uitzondering kan krijgen op inschrijvingen voor een jaarwerking. Dan hoef je niet telkens een uitpassfilter daar te zetten of met je smartphone klaar te staan. Dan kan je eigenlijk in één keer aan het begin van een werkjaar 25 punten toekennen voor een heel werkjaar. En dan is de koos daarmee af. Dat is eigenlijk een, een soort van regionale of zelfs een Vlaamse afspraak. Zo hoef je als giro of als sportclub niet iedere zondag of iedere training daar klaar te staan om punten te doen sparen. Maar je moet daarvoor wel één iets extra doen. Je moet daarvoor een mailtje sturen naar uitpasgemeente.be. Dus bent u een Meense vereniging, dan stuurt u dat naar uitpasatmenen.be, bent u een Haraldbeekse vereniging, naar uitpasatharelbeke.be, enzovoort, enzoverder. Punten sparen kan op verschillende manieren. U hoeft geen zo'n toestel per se aan te kopen. Uh, dat kost ook wel wat geld. Eh. Dat wordt vooral door uh, plekken gekocht waar er heel regelmatig bezoekers zijn. Maar het kan op verschillende manieren. Er is een Uitpas Bali applicatie op de smartphone of op de computer. Dat ik u straks in detail ga tonen waarop je punten kan sparen. En burgers zelf kunnen ook de Uitpas app op hun gsm zetten en punten sparen via een QR-code. Die QR-code vind je op de Uitpas -zuilen. Die zuil die je hier ziet hangen links is die van de bibliotheek van uh, Kortrijk. U ziet hier een QR code hangen. Wel, mensen kunnen met de uitpas applicatie zo uh, de punten scannen. Maar er zijn ook uh, mogelijkheden om die uitpas-QR-code zelf te downloaden. toon ik u ook. En dan kan u dat zelf opmaken zoals u wilt. Ik heb toevallig net uh, verleden week nieuwe uitpas besteld. Dat je gratis trouwens kan uitlenen. Meteen al wat promotie. Waarbij ik ook zo'n QR-code erop heb gezet. Mensen kunnen op die manier een punt sparen. Of hieronder ziet u een voorbeeldje van de gemeente Zwevenhem. die een eigen affiche heeft ontworpen met een uitpas-QR-code op. En zo kunnen paswouters ook weer hun punten scannen. Uh, waar er geen zuil aanwezig is. En dat zorgt eigenlijk voor een goedkope oplossing richting die spaarzullen. Je hebt dan natuurlijk wel het nadeel dat mensen die geen smartphone hebben of digitaal niet helemaal mee zijn, het punt niet kunnen sparen. Maar eventueel kan u dat achteraf oplossen via de computer. Maar meer info daarover straks, in het technische stuk. Punten sparen is, is gemakkelijk en punten ruilen in feite ook. Hè. Dus je hebt, uh, die punten worden eigenlijk gezien als een beloningsvoordeel uh, als je deelneemt aan vrije tijd. En hoe meer dat je deelneemt aan vrije tijd, hoe meer punten je hebt. Het leuke is dat die punten sparen en die punten ruilen, ook al noem het uitpas Zuidwest, dat kan je eigenlijk doen in heel Vlaanderen. Dus ik uh, raad u aan: doet u eens een citytrip naar Oostende, Mechelen of Hasselt. Neem maar die uitpas mee. Check zeker een keer: www.uitpas.be, want daar zijn ook alle omruilvoordelen te vinden. Je hebt er verschillende. Dat kan een keer een leuke doeactiviteit zijn. Dat kan iets zijn om te eten of te drinken of een leuk gadget. Dat kan iets volledig gratis zijn of soms krijg je een korting. Dat kan iets tijdelijk zijn of iets permanent binnen een organisatie. Enkele voorbeelden in onze regio, maar er zijn er bijna 400 in onze regio alleen en een goede 3000 in Vlaanderen. Het is bijvoorbeeld wat korting op het, het letgeld. Dat is hier bij een, een loopclub. Uh, in Gulligem, waarbij je 5 euro korting krijgt op je lidmaatschap voor 10 uitpaspunten. Uh, nog een sportief voordeel, en ik wil zeker niet zeggen dat Zultu-Waarheim slechter of beter is dan KV Kortrijk, ze doen het allebei. Uh, maar je kan bij beide voetbalproeven voor een aantal punten kan je een keer gratis naar een match gaan kijken. Uh, soms gaat het ook over een gadget van de speelpleinwerking bijvoorbeeld. Altijd leuk. Kinderen zijn graag, of hebben graag een keer een uitpas en kunnen daar dan een keer iets mee omrullen. Dat is dan hun bankkaart. En ze krijgen dan een petje in return. En misschien wat promo voor een evenement dat nu plaatsvindt. Iets om te, om te drinken. Er is een leuke kunstneroute in sint -Nijs. Dat is een deelgemeente van Zwevegem. Waarbij je een wandelingetje van vier kilometer kunt doen. En na die behandeling kan je voor vijf uitpaspunten iets gratis drinken aan de bar. Uh, wat er nieuwer is, dat is ondertussen al een jaartje aan de gang, maar er zijn ook online omruilvoordelen. Kan je dus zelf ook op intekenen? Binnenkort is er bijvoorbeeld een film in de Budascoop. Wel via de uitpas app of uitpas.be hoef je eigenlijk zelfs geen contact op te nemen met, uw, uh, met de uitpasorganisatie. organisatie Je kan meteen ze daar omruilen. En in, de, in deze situatie kom je op een guestlist terecht. We kunnen daar perfect een lijstje van trekken. Maar je kan even ook echt kortingscodes voor je webshop eventueel invoegen. En dan krijgen de mensen die kortingscode en worden ze doorverwijzen. Naar de webshop. Dus ook online, en dat zal denk ik de toekomst een beetje zijn van het uitpas omrol voordeelverhaal, uh, kan dit perfect ook? Goed, die voordelen. Dat is ook gepasseerd. Dat is dus ja, punten sparen en punten ruilen. Dat kan iedere pashouder. De uitpaskorting met het kansentarief, dat is specifiek voor mensen in onze regio die het financieel moeilijk hebben om vrije tijd te betalen. Het staat er ook in het vet. Dit geldt enkel voor steden en gemeenten in Zuidwest. Dus ook al heeft iemand het kansenstatuut uh, bij Uitpas Oostende of Uitpas Gent, die zal dit kansentarief niet kunnen gebruiken in onze regio en omgekeerd niet. Dat is wel het voordeel. Mensen die uh, aan de grens wonen van bijvoorbeeld Kortrijk en die willen aan iets deelnemen in Wevel gaan, kunnen daar wel hun kortingstarief gebruiken. Willen hij sporen van Wervik tot aan Waregem voor een activiteit, dan kan dat daar ook. Enkel in onze regio. En hoe zit dat precies in elkaar? We spreken van een 2020-regeling. Dus stel dat basisprijs 100% de prijs is. Dus het kost bijvoorbeeld 10 euro. Dan betaalt de deelnemer met zijn uitpaskansentarief 26% van de deelnameprijs. Het gaat dus over 2 euro. De organisatie die laat 4 euro vallen, dus 40%. En de stad of de gemeente van die pashouder die zal 40% aan de organisatie zelf betalen. Dus als organisator doe je eigenlijk een financieel engagement van 40%. Eh, zodat mensen die het financieel moeilijk hebben om die vrije tijd te betalen, zodat zij toch kunnen deelnemen. Zo dus heb je er extra deelnemers bij en draag je bij tot eigenlijk een mooi eh, maatschappelijk verhaal. Mensen met het uitpaskansentarief op hun kaart, die krijgen dat statuut voor één jaar. En dat wordt daarna verlengd of gestopt, naar lang hun situatie veranderd is of niet. Jullie voegen die uitpaskorting toe in het uitpassysteem. Ik toon straks weer perfect hoe dat moet. Dat is helemaal niet moeilijk. En als dat allemaal geregistreerd is, dan krijg je per kwartaal een mailtje waarin dat je dan een overzicht krijgt van welke kortingen zijn toegekend. Dat mailtje ziet er zo uit. Het is een voorbeeldmail, dus er staan er wat tekens in die gaan over de periode en over hoeveel dat kost bijvoorbeeld. Uh, maar als je dat mailtje krijgt, dan kan je dat allemaal nog een keer controleren. Dan krijg je een Excel per gemeente van pashouders die hebben deelgenomen. Alles van de informatie staat er eigenlijk in: U, uh, het rekeningnummer waarop dat de gemeente moet terugstorten, het bedrag, wie dat er allemaal heeft deelgenomen enzovoort. Je kan dat nog eens controleren en dan stuur je dat naar de desbetreffende gemeente. Alle uitleg staat ook nog een keer in de mail. Bijvoorbeeld heb je mensen vanuit Warehem die deelnemen met het kansentarief. Dan stuur je jouw Excel van Warehem naar kansentarief.waregem.be en binnen de x aantal weken wordt dat teruggestort op de rekening van uw club, van uw organisatie. Um. Ik wil er misschien nog wat dieper op in, omdat we dus ja, met toch een, paar, een heel grote groep slapende pashouders zitten die hun kansentarief niet gebruiken. Het eerste wat ik daarin wil zeggen is: van kijk, communiceer er zeker genoeg over op uw website of in uw brochures. U ziet hier een paar screenshots daarover. Mensen moeten het wel weten. Hè? Mensen die het financieel moeilijk hebben, hebben nog op andere vlakken financiële moeilijkheden, zitten ook soms met een schaamte om het. We durven vragen om het goed te onderzoeken. Dus hoe meer dat je het communiceert en het makkelijker maakt voor hen, hoe, drempels, hoe meer de drempels dat eigenlijk verlaagt, hoe meer dat zij zullen en durven deelnemen met die korting. En uh, we merken zeker in onze cijfers dat vooral de groep kinderen en tieners de grootste groep is die er van gebruik maakt. Dus dat is wel een hele generatie die we eigenlijk hetgene kunnen geven wat dan misschien tien jaar terug helemaal niet kon. Dus hier zie je enkele voorbeelden dat men al communiceert over, het uit, over de uitpas en het uitpaskansentarief. Um, je kan dan bijvoorbeeld als, uh, als deze club, de Jiu-Jitsu Club in Kortrijk, ook al meteen bij de inschrijvingsformulieren het uitpasnummer gaan vragen, zodat je ook dat mensen dat zelf niet meer moeten vragen, maar dat, ze, dat je meteen al de gegevens hebt om het uh, kansentarief toe te kennen. En de punten eventueel ook natuurlijk. Uh, maar het liefst van al zie ik eigenlijk nog uh, dat het uitpaskansentarief, het exacte bedrag er ook staat vermeld. Zodat mensen niet meteen meer die 80% moeten gaan berekenen, die korting die ze krijgen, maar dat ze meteen weten hoeveel ze precies moeten betalen, dat dat duidelijk is. Um, we beseffen maar al te goed dat die 40% derving, heet dat dan, of, of de, de inkomsten laten vallen, dat dat ja, financieel iets kan teweegbrengen binnen uw gemeente. Uh, of binnen die organisatie. Het is afhankelijk van de gemeente waar je vereniging is gehuisvest, uh, of er extra financiële ondersteuning komt via subsidies. Iedere gemeente pakt subsidiering sowieso op zijn manier aan, en in dit uitpasverhaal is dat niet anders. Um, Daarvoor neem je best contact op met jouw uitpasverantwoordelijke via dus weer uitpasatjegemeente.be. Dan kom je dus bijvoorbeeld in Harelbeke bij Pieter, maar in Wervik kom je dan terecht bij Cedric. Dat zijn allemaal collega's onder elkaar en die doen allemaal uitstekend hun werk. En zij gaan u daar zeker dan extra info over geven. In hoeverre dat dan uh, extra financieel kan ondersteund worden, om eventueel wanneer u toch te veel zou derven, dat er daar eventueel iets tegenover kan staan vanuit de gemeente. Goed, de vierde pijler die soms wat vergeten wordt, is eigenlijk dat Uitpas. En je hebt, misschien kent u ook Uit in Vlaanderen of Uit in Menen of Uit in Haarlbeken, dat zijn verschillende websites, waarbij dat u eigenlijk ook gebruik kan maken van het promogegeven. Want Uitpas is best een bekend merk. 65.000 pashouders op een regio van een goede 320.000 mensen, dat is niet weinig. Dus als u dat uitdraagt, de Uitpasboodschap, dan wordt dat wel opgepikt omdat je ook technisch het een en ander zal moeten installeren via de computer. Je zal activiteiten moeten aanmaken, maar die activiteiten worden ook opgepikt via diverse kanalen en op die manier weer verspreid naar een groot publiek. Je kunt ook al onze promo promo-middelen, zoals onze logo's, onze pictogrammen en foto's, volledig gratis gebruiken. En ook dat zijn weer foto's en pictogrammen en zeker ons uitpaslogo, die in alle boekjes van de gemeentes en in alle uh, promokanalen online ook heel vaak aan bod komen. Dus dat wordt wel weer, uh, die herkenbaarheid werkt daar ook wel wat in. En tot slot, wij hebben eigenlijk ook de mogelijkheid om een uitpasmailing op te zetten. Wij uh, uh, hebben heel wat opgeslagen data en wij kunnen dan heel gericht gaan mailen. Maar zo meteen meer daarover. Zoals gezegd, uitpas is een bekend merk. Als je activiteiten gaat invoeren, en dus straks toon ik het hele technische gegeven hoe dat je dat doet, dan stroomt dat door naar bijvoorbeeld lokale kalenders uh, online, zoals de Harrelbeekse UIT-kalender. Uh, maar zeker UIT in Vlaanderen is een heel druk bezochte website. Dat is een website met bijna een half miljoen tot 600.000 bezoekers per week. Mensen zoeken daar wel op. Ik heb hier een, keer een activiteit uh, uitgekozen. U denkt misschien, ja, die 900 kurense vrouwen, dat zal zijn waar Jonathan meteen zijn oog op viel. Maar nee, dat is het niet. Deze activiteit van de budascoop, dat was degene die ik zocht. Want er staat hier ook een uitpaslogootje bij. En als je daarop klikt, dan krijg je meteen eigenlijk hetgene wat de budascoop heeft ingevoerd. Maar een mooi overzichtelijk uh, document eigenlijk. Meteen staat er al wat standaardinformatie op van waar dat de uh, activiteit doorgaat. Wanneer dat ze doorgaat. En ook wat info over die. Uh, activiteit. Als ik dan nog wat naar beneden scroll, dan zie ik meteen het basistarief staan voor een, uh, een modale burger, zeg maar. maar ook het uitpaskansentarief staat er al meteen berekend. Je kan hier uitpaspunten sparen en je geniet ook van wat voordelen. Bijvoorbeeld, ja, gratis zakjes snoep of een bafel bij de film. Dan staat er allemaal eigenlijk mooi in. En het, uh, ik zeg het, het voordeel is, dat wordt echt heel druk bezocht, die website. Als je activiteit daarop komt, dan mag je er eigenlijk vanuit dat dat wel wordt bekeken. Um, die activiteiten worden ook door de, de lokale pers uh, eruit gehaald. Dit is een, een uitreksel uit de zondag, waarbij dat we weten dat zij werken vanuit de Uit in Vlaanderen en de Uitdatabank. Databank. Zij gaan echt op zoek naar activiteiten in de regio. En dan zie je bijvoorbeeld uh, voor Moorselen, de toneelgroep hoger op Moorselen, dat is dus ook een uitpaspartner. Ze hebben nooit moeten vragen achter extra promo bij de zondag. Ze hebben dat gewoon gratis en voor niets gekregen, omdat hun activiteit gewoon gepubliceerd werd via de Uitdatabank op Uit in Vlaanderen. Dus het is zeker een extra promotool voor uw activiteiten. Maak er dus ook gebruik van. En de uitpasmail, ik heb het al een beetje vermeld. We hebben dus heel wat opgeslagen data. Wij kunnen echt uh, perfect uh, muziekliefhebbers uit de stad Kortrijk, bijvoorbeeld, gaan eruit trekken. En als je dan een muziekactiviteit zou organiseren in Kortrijk, van bijvoorbeeld uh, ik zeg maar het Zesde Metal, een leuke band, dan kunnen wij gericht naar mensen gaan sturen uit het Kortrijkse en de omliggende gemeentes die in het afgelopen jaar. Punten hebben gespaard, punten hebben geruld of het kansentarief hebben opgenomen bij muziekactiviteiten. En weet je wat, het Metaal speelde twee jaar geleden ook in Wervik. Dat zou misschien die hard fans zijn, maar die mensen van die per se op die activiteit punten hebben gespaard en geruld, ook die nemen we me mee in een leuke promo-mail. Echt gericht op het spaar- en uh, participatiegedrag eigenlijk van de pashouder zelf. En ik zeg nu wel dat dat muziekactiviteit is, maar dat kan perfect ook voor toneel gaan, dat kan ook voor sportactiviteiten gaan. Het kan allemaal. Dat is allemaal gratis te gebruiken. Uh, hoe dat je dat doet, dat doe ik dan ook weer subit. Naar organisaties toe verwachten we eigenlijk drie zaken van de dingen die ik nu heb opgenoemd. Zaken die je echt moet doen als uitpasorganisator, dat staat ook vast in een samenwerkingsovereenkomst. Dus voor mensen die willen aansluiten, dit zal je ook moeten ondertekenen. Ten eerste dat je activiteiten in de uitdatabank worden ingevoerd, die dan verder op UIT in Vlaanderen worden uh, verschenen en ook op andere kanalen. Een tweede is de kansentarieven. We willen uh, zo laagdrempelig mogelijk zijn voor onze kwetsbare doelgroep. Dus gaan we gaan ook niet zeggen op die activiteit wel, op die activiteit niet en zoveel korting wel en zoveel korting niet. Voor het moment, dat kan misschien nog in de toekomst veranderen, maar is, er, is het zo dat de kansentarieven worden toegekend op iedere activiteit en dat dat een korting is van 80%. Waarbij dat je dan 40% terugkrijgt van de gemeentes. En we bedoelen daar wel mee iedere publieksactiviteit. Dus... Uh, Bent u een jeugdbeweging of, of een, een sportvereniging. Dan verwachten we dat dat op het lidgeld is en op eventuele kampen of stages. We verwachten dan niet op een spaghettiavond uh, om de clubkast te spijzen of om de, de KSA-kast te spijzen. Omdat dat nu eenmaal niet in de kor zit van, van wat hij als uh, organisator doet. Nee, dat u echt uh, als KSA organiseer je leuke nou, aan en een kamp voor uw leden. Die spaghettiavond is eerder een uh, held- en en er moet ook als organisator, dat is het derde, een mogelijkheid voorzien worden om punten te sparen. Dus ofwel hebt u een uitpassel, ofwel uh, hebt u QR-codes die u uithangt, ofwel kent u de punten toe via de computer 25 punten in een werkjaar. En hoe dat technisch allemaal gaat, ik heb het nu al de derde keer gezegd, dat komt zo meteen aan bod. Dan zijn er extras. Het aanbieden van omroolvoordelen is geen verplichting. We raden het natuurlijk wel aan. Ook eigenlijk het promoten van uitpas wordt niet gezien als een verplichting. Maar ook daar raden we aan. En je kan ook gebruik maken van ons uitpaspromo-materiaal uit onze uitleendienst. Uh, ik zeg het, ik raad het wel aan, want de juiste balans is noodzakelijk. Een drietal jaar geleden toen ik hier kwam werken, en uh, het is nog altijd iets dat ik eigenlijk moet rechttrekken. Was het zo in, in vele gemeentes dat die uitpas eigenlijk na vijf jaar uitpas werd herleid tot echt weer een kansenpas? Uh, enkel maar een kaart voor mensen die het financieel moeilijk hebben. En dat is net hetgeen wat we niet willen doen met uitpas. Het is een vrije tijdskaart voor iedereen. Dus je kan eigenlijk niet aan de kaart zien of dat er iemand nu in financiële armoede zit of niet. Iedereen doet voordeel met zijn of haar uitpas. Natuurlijk, als je niet inzet op dat punten sparen of punten omrullen, als ik dan kom met mijn uitpas eh, en men ziet dat, dan kan het niet anders dat ik iemand ben in armoede die mijn eh, korting komt aanvragen. En dat zorgt dan weer voor stigmatisering, voor schaamte, en dat willen we net vermijden. Omgekeerd, zet je te weinig in op dat korting of op de korting via het kansentarief en je communiceert er ook niet over, dan gaan mensen uit armoede misschien wegblijven omdat ze het niet durven vragen het niet zien. Dus durf dat zeker ook communiceren, dan durven mensen ook makkelijker de stap zetten. Ja, tot slot, als je het niet promoot, dan zullen mensen nooit weten dat ze met die uitpas bij jullie terecht kunnen. En dat ondermijnt dan meteen ook al het hele project. Dus communiceer er ook zeker over. Zo is die balans duidelijk en dan versterkt alleen maar het uitpasproject. Dit is een beetje de eerste pauze die ik neem. Het is veel informatie misschien in een keer. Ik hoop ook dat ik niet trap gebabbeld heb. Ik weet dat van mezelf als ik ergens in iets op ga dat dat kan gebeuren. Uh, en misschien zijn er al vragen in de chat, Pieter, of als je die nog hebt, dan mag je die meteen in de chat zetten en dan overlopen we die. Ja, er is één vraag al gekomen: wordt de uitpaskaart met kansenstatuut automatisch verlengd naar één jaar of niet? Want nu krijgen we regelmatig kaarten met de melding: kansenstatuut vervallen. Ja, dus uh, die uh, worden jaarlijks gescreend en gecontroleerd. Pashouders worden er ook van op de hoogte gebracht via mail wel, omdat ja, dan kan je duizenden telefoons gaan plegen. We hebben een goede 20.000 pashouders met dat kansentarief jaarlijks, dus de, de meeste krijgen dus die mail, maar ja, je kan ze niet altijd lezen of, of bij sommige mensen is het e-mailadres vervallen en dan kan het wel een keer gebeuren dat dat dit voorvalt wanneer dat je een kansentarief wil toekennen en dat mensen denken er recht op te hebben. Wat je dan, mag en kan doen, is ze meteen in contact brengen met ons via uitpas.zuidwest.be Maar eigenlijk die kansenstatuten worden gegeven via eigenlijk alle sociale huizen praktisch in onze regio. Het is enkel nog in uh, menen en werven denk ik dat men nog moet passeren via een andere medewerker, maar eigenlijk als je ze doorverwijst richting het uh, sociaal huis of het OCMW, of het welzijnshuis, hoe je het ook noemt, dan gaan zij heel snel te weten komen of ze hun korting of hun kansentarief dan toch krijgen of niet. Soms loopt er ook iets technisch mis. Maar de grootste het grootste deel verloopt allemaal zo goed als mogelijk. Maar het kan zeker voorvallen. En anders waren er op dit moment geen vragen. Allright, dan is dat misschien omdat ik het goed heb uitgelegd, hoop ik. Alvast uh, een grote slok water, want mijn keel, ik voel het wel dat ik zoveel aan het babbelen ben. Maar kijk, ik kan er nog tegenaan voor uh, het volgende kwartiertje 20 minuten. Maar nu gaan we dus redelijk technisch uh, weg hier. Aan de slag. Als je dus uitpasactiviteiten wil gaan, uh, gaan aanmaken, dan, uh, en, en die kortingen wil toekennen, en de punten wil toekennen, punten wil omruilen, uh, dan heb je twee programma's eigenlijk nodig die zijn van levensbelang. Het eerste programma is de UitDataBank. Dat is eigenlijk het, uh, de plek waar je je activiteiten zult aanmaken. En het tweede programma is de uitpasbalie. Dat is via een website, bali.uitpas.be. Of je kan ook het uitpasbali-programma downloaden en op je computer zetten, waarin je dan die punten gaat toekennen, die voordelen zal omruilen en het uitpaskortingstarief kunt toekennen. Het zijn twee programma's. We hopen dat we in de toekomst tot één programma te krijgen. Um, maar uh, de technici in Brussel die, uh, zeggen dat dat redelijk moeilijk is, maar we mogen altijd dromen. Um, misschien nog belangrijk, voordat ik die uitdatabank met u ga verkennen, hebt u een eigen inschrijvingssysteem, dan is het niet oninteressant om een keer te kijken of ze geen link hebben met de uitpasprogramma's. Ik weet van bijvoorbeeld de programma's Recreatex en ledenbeheer.be, dat je daar perfect uh, aan een uitpaskoppeling aan kunt maken. Uh, dat zorgt ervoor dat je geen mm, dubbel werk soms moet doen en dat eigenlijk alles via Recreatex kan verlopen of via Ledenbeheer. Um, maar dat moet je een checken bij, de, bij uw inschrijvingssysteem of in uw webshop zelf. Hebt u dat niet, dan is dat geen probleem. Uh, dan dan volgt u zo meteen wat ik te vertellen heb. Werk je met een ander soort inschrijvingssysteem of met een webshop of een ticketingmaatschappij? Eh, dan kan je dat altijd een keer vragen: van kijk, eh, heb je geen zin om dat eraan te koppelen. Alle informatie dat, dat digitaal moet, is allemaal voorhanden. Zet dan zeker info.uitpas.be in je mailverkeer. Dan, die technici in Brussel die geven dan al de digitale programmeertaal door via mail. En dan kunnen de, de, de webshopbouwers en zo daarmee verder aan de slag. Maar goed. Ik ga die uitdatabank eerst verkennen, de plek waar je je activiteiten moet in opmaken. En doe dat screenshot per screenshot. Je surft naar uitdatabank.be en dan meld je jou aan via je Uit-ID. Normaal heb je dat als organisatie al aangemaakt, maar stel dat je in een veranderende leidingsproef zit, dan moet je er eerst eentje aanmaken. En breng ons daar ook van op de hoogte, want we gaan je nog moeten koppelen aan jouw Uitpas-organisatie. Je meldt je aan, dan krijg je meteen een startscherm. Dit is mijn startscherm, waarbij ik al het een en het ander van activiteiten heb gemaakt. Je klikt op invoeren of op evenement toevoegen, en dan, kan je, dan neemt het programma jou eigenlijk mee in een, in een hoop logische stappen. Ten eerste, wat wil je toevoegen? Welk soort evenement gaan we kiezen? Nou, bent u een, uh, iemand die uh, vanuit de sportvereniging komt, klikt u op sport en beweging, organiseert u een theatervoorstelling, klikt op je theatervoorstelling of een uh, speelpleinwerking, kan op kamp of vakantie klikken enzovoort. En u gaat verder. Wanneer vindt dat evenement plaats? U kan daar perfect de data gaan toevoegen, de uren gaan toevoegen. Waar vindt dat evenement plaats? U voert eerst de gemeente toe en dan de precieze plek. En dan geeft u dat evenement een naam, bijvoorbeeld. Ik heb deze keer voor het UiPas update test-event gekozen. Ik heb er ook een leeftijd aan gekoppeld van 18 tot 100 jaar, maar je kan er perfect ook zeggen van kijk, is dit een activiteit specifiek voor kleuters of voor kinderen? Dan wordt dat ook nog een keer doorgestroomd naar uitmetvlieg.be. Dat is een specifiek kinderkanaal eigenlijk of een gezinskanaal voor familieactiviteiten. En dan voer je, je verder maar in. Dus je vra men vraagt dan een kleine beschrijving van je evenement. Dat stroomt dan ook weer door naar uitinvlaanderen.be, uitinharelbeek.be als de Harelbeekse activiteiten is enzovoort. En dan kan je nog een afbeelding gaan toevoegen, zou ik zeker aanraden. Want dan kan je, dat genereert dat nog meer een soort van ik wil hierop klikken, want die foto interesseert mij wel. Dit is trouwens nog een. Ik uh, heb twee soorten versies tegenwoordig in de Uitdatabank. Er is een soort van nieuwere versie. Je kan ervoor kiezen om die te gebruiken of niet. Op zich vind ik persoonlijk dat er niet evenveel veranderd is met die nieuwe versie. Maar het doet precies hetzelfde. Het neemt jou steeds mee in de volgende stap. En dan is het belangrijk uh, om hier toch bij stil te staan: bij de organisatie die je moet toevoegen, bij de prijzen ook. Uh, Ten eerste, bij de organisatie moet je echt gaan kiezen voor jouw organisatie met een uitpaslogo ernaast. Je ziet hier bijvoorbeeld dat Avanza Mid en Zuidwest, die staan er hier één, twee, drie keer in. Um, dat is omdat er iemand vroeger al een keer Avanza heeft toegevoegd, of twee keer heeft toegevoegd, nog voor ze uitpaspartner waren. Dan nog een keer heeft toegevoegd als ze wel uitpaspartner waren. Het is echt wel nodig dat dat uitpaslogo staat aangevinkt, Want op die manier stroomt alles juist door en kun je die kortingen en die punten gaan toekennen. En dan de prijs voor uw activiteiten. U, zelfs als je geen prijs, zelfs als het een gratis activiteit is, moet je echt wel drukken op gratis. Want ook dan stroomt de activiteit niet door. En bij de prijzen is het wel interessant. U kan er een basistarief gaan toevoegen, bijvoorbeeld van 100 euro. Maar ik weet dat er soms ook kortingstarieven zijn voor bepaalde leeftijden. Ik heb hier nu een keer voor een 18 tot 25 jaar, ze krijgen een jongerenkorting van 50 euro. Ze moeten maar 50 euro betalen. Het is belangrijk om dat toe te voegen, omdat dat dan ook weer doorstroomt in het toekennen van de kansentarieven. Ik denk van vooral aan voetbalploegen die zo een U8, U11, U13, U16, kun je kunt dat altijd beginnen met U en dan een leeftijd, en dat soms die lidgelden wat schelen met elkaar, dan kun je die hier allemaal gaan toevoegen. Het uitpasprogramma die regelt dan maar weer de korting op basis van de prijs die je hebt toegevoegd. Voilà. en dan geeft de activiteit uh, in de uitdatabank weer van kijk, dit is een uitpasactiviteit. Dit vinkje van Uitpas Zuidwest staat er meteen al bij. En dan heb je hier nog de toegang, eventueel daar kan je als je zet voor iedereen, dan stroomt dat door naar uitinvlaanderen.be. Wil je het toch verbergen om de een of andere reden, dan kan je het ook echt, uh, kan je hier klikken op enkel voor leden, en dan komt het niet op uitinvlaanderen.be en in de krant en in, in Harrelbeke.be enzovoort. Zoals je zegt van ben je niet trots op een evenement, het mag gewoon zo blijven in TIN, dan is dat Oké, okay. maar ik zeg het: het promo-gegeven is toch zeker een interessante om te gebruiken. Voeg er zeker ook nog wat reservatiegegevens bij of contactgegevens bij: dat kan met een telefoonnummer, een e-mailadres, ook een website, uh, kan allemaal. En dan is uw activiteit eigenlijk aangemaakt en stroomt dat eigenlijk heel rap door. En dan, uw activiteit is aangemaakt, mensen kunnen zich inschrijven met hun uitpas, onder andere. Dat is dan het tweede programma, uh, dat kan je dus downloaden of surf naar bali.uitpas.be. En opnieuw vraagt het programma: meld u aan, en aanmelden doe je opnieuw met die Uit-ID. Wanneer je jou aanmeldt, zal je op zijn minst toch één balie zien staan. Een uitpaal, uh, of zal je meteen in een startscherm komen, bijvoorbeeld dit scherm. Ik ben hier aan het werken en je ziet dat hier linksboven in de balie van Zuidwest. Ik werk voor de intergemeentelijke Samenwerking Zuidwest, maar dat kan hier even goed. Uh, de KSCT menen zijn die hier staat bijvoorbeeld. En dan vraagt het programma eigenlijk, en zal het programma je ook weer meenemen in heel wat simpele stappen. Scan de uitpas of vul het kaartnummer manueel in. Uh, je kan een uitpasscanner scanner kopen, uh, die kost in de 50 euro denk ik. En dan kan je daar je kaart op leggen en dan doet het programma meteen wat je wil. Maar dat is vooral voor balies en gemeentes die heel veel uitpashouders over de vloer krijgen op een dag. Zoals de bibliotheek, zoals een cc, zoals een zwembad. Ik zou, je mag het kopen, maar ik raad het verenigingen op zich niet per se aan. Uh, maar je kan ook het kaartnummer manueel invoeren. En uh, op iedere uitpas staat er eigenlijk op de achterkant van de kaart, moest u mijzelf zelf kunnen zien nu in het scherm, staat er hier op de achterkant een 13-cijferige code. Dat begint altijd met 013 en dan een hele reek nummers erachter. Als je dat dus gewoon gaat invullen, zoals ik hier links heb gedaan, en ik klik op bevestigen, dan verschijnt pot dit scherm. Meteen krijg je wat contactgegevens, hier links. Uh, je ziet dat dat voor mij een testkaart is. Je ziet hier het puntensalto. En als het kansenstatuut actief staat, staat er hier een hartje met kansenstatuut uitpas Zuidwest. Hier op je rechterscherm ziet u de activiteiten van de komende zeven dagen. Je kan eigenlijk al uh, punten gaan toekennen voor activiteiten die nog moeten gebeuren. En je kan ook punten toekennen voor activiteiten die eventueel zelfs al gepasseerd zouden zijn. Stel dat men zegt van, hey, ik wist niet dat ik uitpaspunten kon sparen. Dan kan je dat allemaal nog doen. Nadien of vooraf eventueel. Bijvoorbeeld die 25 punten voor een heel lidjaar kunnen daar gebeuren. Uh, vandaag is het uitpas update testevenement Dus dan klikt u gewoon op punten sparen. Ik klikt erop en dan voilà het volgende scherm. Die 36 punten. Dat is omgevormd tot 37 punten. Maar uh, die activiteit die ik heb aangemaakt in de uitdatabank die kost ook geld. Nu ik kan hier deelnemen aan het uitpaskansentarief. Omdat dat nu eenmaal actief staat bij mij. En dan klik je op tarief kiezen eh, rechts. Dan verschijnt dit scherm. Dan kijk, ik heb twee eh, soorten tarieven toegevoegd. Eentje van 100 euro, het basistarief. Of voor jongeren tussen de 18 en de 25 jaar. En dan kies je het tarief dat past. Dus ook weer voor die voetbalploeg zou er hier staan: U 6, U8, U11, U13. En dan kies je het juiste kansentarief. Ik klik klikt op tarief toekennen. En de koos is er eigenlijk mee af. Een speciaalke misschien in heel het uh, kansentarief gegeven. Um, ik weet niet of dat iedereen daarmee in aanraking komt. Maar dat zijn onze groepspassen. Groepspassen zijn specifiek voor organisaties. die werken met een financieel kwetsbare doelgroep. Um, zij, kunnen eigenlijk, zij krijgen een soort andere. Alleen de uitpas ziet er hetzelfde uit. Maar als je die scant, zal dit erop komen: groepspas. En dan krijgen zij beurten. dat ze kunnen deelnemen met dat uitpas-kansentarief. Want de hele grote kost daarvoor is voor de gemeente. Ook dan kies je weer op tarief kiezen. En dan, kies je, of dan zeg je hoeveel personen van die groep hebben nu deelgenomen met dat uitpaskansentarief. Ook dan kan je weer het kansentarief toe en dan wordt dat weer geregistreerd op die manier. Maar goed. Ik heb punten gespaard, ik heb mijn kansentarief gekregen. Ik wil ook wel nog iets omruilen. Wauw, je kan hier een waterspuiter uh, omruilen voor heel wat waterpret. Je klikt op de waterspuiter, je klikt op omruilen. En dan zullen die punten ook weer verdwijnen van mijn kaart. En dan heb ik nu nog maar 35 punten. En op die manier wordt die waterspuiter dan uh, omgeruild. Dat kan ook een gratis drankbonnetje zijn, of uh, een gratis ticket, of een korting op een ticket. Voor een voorstelling, het kan allemaal. Dus die voordelen zijn... Uh, het zijn er al. meer dan 3000, denk ik, ondertussen in Vlaanderen. Check ze zeker nog een keer op uitpas.be. Um, er is ook een mogelijkheid als je zegt van, ja, Jonathan, dat is allemaal leuk, maar moet ik dat allemaal manueel doen, die kortingen toekennen, die punten toekennen voor heel werkjaar bijvoorbeeld? Is er geen uh, leukere manier of een makkelijkere manier om dat te doen? Uh, stel dat je een Excel-lijstje hebt met al je uitpasnummers onder, dan is dat zeker gemakkelijk. In plaats van het uh, uitpasnummer in te geven per persoon, kan je hier gaan zoeken op zoeken pashouder. Je gaat hier via, klikken op uh, zoek via kaartnummer. En dan kan je eigenlijk tot 200 kaartnummers kopiëren uit een Excel-document en onder elkaar plakken in dit document. Ik heb er nu een keer drie gepakt, en dat is niet toevallig, want die drie, dat ben ik, ik zelf en mijn twee collega's maar niks gaan lezen. Dan kan je hier rechts van boven eigenlijk, of je kan ze eerst hier allemaal gaan selecteren, selecteer alle resultaten. Dan kan je hier rechts van boven gaan kiezen, van kijk, ik wil punten sparen of kansentarieven toekennen. En dan zou je sowieso zo in één keer bijvoorbeeld voor je, uh, voor je werkjaar die 25 punten kunnen toekennen. Aan heel een ploeg in één keer. En eigenlijk in nog geen minuut bij je daar vanaf. Het is dus er ook nog interessant, uh, heel kort om te melden: dat je hier nog een menu hebt. Waarbij je bijvoorbeeld ook statistieken en inzichten hebt in je eigen balie. Als je een wil weten hoeveel mensen hebben hier nu eigenlijk dat afgelopen jaar deelgenomen aan met een uitpas. Hoeveel punten zijn er gespaard geweest. Hoeveel kansen daarin Kun je dat er allemaal vinden kunt nog een keer al uw onkostennota's raadplegen, uh, die, uh, die, uh, waarvan dat er kansentarieven zijn opgenomen geweest. Je kan ook medewerkers toevoegen, uw activiteit nog een keer gaan bekijken. En misschien die activiteit is denk ik de volgende uh, slide. Ja, want uh, een van de vragen in, uh, in de formulier dat u hebt ingevuld, uh, was van hoe kan ik zo'n QR-code gaan downloaden. En heel simpel, je gaat naar die activiteiten. Je Pik bijvoorbeeld deze activiteit eruit. Wij houden een leuke expo rond de 50 jaar E3, E17. En dan heb je hier bij deze derde knop: download de QR-spaarcode. Dan komt die QR-code in je mailbox. Het is een redelijk grijs document, vind ik persoonlijk. Um, dat kan je zelf nog zeker uh, beter vormgeven. Maar op zich kan de kous daarmee af zijn. Uh, en dan heb je die code aan gaan mensen wanneer dat jouw activiteit plaatsvindt. Dus stel dat ik die nu. Zou downloaden en ik zou de QR-code scannen, zou niet lukken, want die expo is gesloten voor vanavond. Maar vanaf vrijdag en zaterdag, denk ik, als die weer open is, zou ik wel een punt kunnen sparen. En je kunt ook nog kun je je eigen activiteit bekijken op Uitinvlaanderen.be of wil je het nog bewerken op de Uitdatabank, dan kan je er ook nog op klikken. Uh, de Uitpas Bali-applicatie, ik heb hem nu vooral getoond op de computer, maar je kan die ook gebruiken op je smartphone. Uh, stel dat je bij activiteiten bent waarin dat mensen ja, bij. Uh, de inkom kunnen passeren je hebt geen computer voor handen maar wel je smartphone dan kan je eigenlijk heel simpel uh, de uitpas uh, je moet je ene keer aanmelden via de uitpas Bali applicatie is te downloaden via play store en iStore, store en wat is het allemaal uh, je meldt die ene keer aan en dan kun je die de hele avond of de hele dag eigenlijk gebruiken. Uh, tegenwoordig met mijn gezin, toch kan ik zelfs de kaart er gewoon tegenhouden en scant die meteen. Maar je kan ook de barcode scannen. Op, het, uh, op de achterkant van de kaart staat er ook een barcode. En via je camera kan je die dan scannen en zo het uh, punt sparen. En dan zie je hier dat ik hier uh, in het tweede screenshot een punt gespaard heb. Je kan dan ook weer gaan kiezen voor omruilvoordelen en ook daar kan je dan puntjes gaan omruilen. Nu ook aan zijn tarieven toekennen, by the way. Dat kan je daar ook zeker op doen. Goed, dat was het hele technische leuk. Dat is dan ook nog een keer heel, ja, best kort. In een kleine tien minuten, zeker 15 minuten, heb ik dat nu uitgelegd. Uh, maar je staat er nooit alleen voor. Uh, wij hebben een website, zuidwest.be-uitpaspartner. Waarbij dat eigenlijk al de handleidingen van die twee programma's uit Databank en uit Pasbali, die kan je daar eigenlijk allemaal vinden en die kan je dan gedetailleerd nog een keer gaan raadplegen met screenshots enzovoort. En die nemen nu dan ook nog een keer extra mee in alle stappen. Ik heb gesproken over het communiceren over uitpas, dat dat best wel belangrijk is en dat we best een bekend merk zijn. Wel, al ons beeldmateriaal, van alle foto's tot die pictogrammetjes van dat computertje hier bijvoorbeeld, kun je er allemaal kant en klaar gaan downloaden. Allemaal gratis, gebruik ze en, uh, en, en verspreid de blijde uitpasboodschap op uw manier, zou ik zeggen. Daarnaast zijn er ook nog heel wat communicatietips en tools die je er kan gebruiken, zoals onze uitpasmailing bijvoorbeeld. En uh, wil je een luisterend oor of wil je iets aftoetsen, ik ben er zelf ook, eh, via uitpas.zuidwest.be kun je mij contacteren. Of via het mailadres waarmee ik u heb uitgenodigd, jonathan.zuidwest.be. Uit maar er is altijd iemand in uw gemeente, uh, of soms meerdere personen, die u daar ook graag bij helpen. Die mag je eigenlijk ook altijd meteen ook aanspreken. En zij staan dag en nacht voor u klaar. Bijvoorbeeld Pieter uh, kan je bereiken via uitpas.harolbeke.be. Uh, en al zijn collega's via uitpasatkortrijk.be, uitpasatmenen.be. De uitpaspartnerpagina, ik hem snel een keer tonen. Uh, dit is een screenshot van hoe dat, uh, dat die eruit ziet. En er staat rechtbij, op deze pagina vind je eigenlijk alles als startende uitpasorganisatie of gewoon als uitpasorganisatie te koer. wat dat je nodig hebt. Dat is eigenlijk altijd de insteek geweest. Heb je een vraag, dan moet je het daar kunnen vinden. Vind je het niet, dan contacteer je ons en zorgen we ervoor dat er ook binnenkort daar een antwoord op komt op die pagina. Uh, als je naar beneden scrolt, dan vind je eigenlijk links uh, meteen het eerste blokje Start to uitpasorganisatie. Alles van info dat ik vandaag vertaald heb en eigenlijk nog zoveel meer staat daarop. Wat je moet doen om te starten, uh, de verwachtingen, uh, het invoeren van die activiteiten, de kansen, kansentarieven toekennen en punten sparen enzovoort, vind je nog een keer allemaal daar beschreven. Heb je handleidingen nodig? Voor onze uitpasbalie uh, en de uitdatabank. Dan vind je die allemaal uh, terug bij de tweede knop. En wil je een omruilvoordeel toevoegen, dan kan dat ook hier. En die, dat omruilvoordeel, dat wordt dan door ons eigenlijk verder aangemaakt. Scannen dan mensen hun, hun kaart bij u, dan uh, kunnen zij ga jezelf je punten kunnen omrollen of hun punten kunnen omrollen via de uitpasbalie. Communicatie geweest, hebben we eigenlijk een, een zeer leuke uitleendienst, waarbij dat er heel veel uh, uitpasmateriaal uh, gratis beschikbaar is. Gaande van uh, Uitpaspaarzullen, stel dat u een groot evenement houdt en u wilt echt een, een goede uitpaspaarzul, uh, zodat mensen daar punten kunnen sparen, dat hebben we. We hebben een uitpastent eventueel. Uh, we hebben nadar en herasdoeken in onze uitpaslogo. We hebben een caravan, uh, noem maar op. Dus er is het een en het ander van promomateriaal, beachflags, beachflex, rollen, banners, noem maar op. Waarbij dat je je uitpasevenement of je evenement een beetje extra kleur kunt geven, een zeer knalhelige kleur zelfs. De uitpasmailing heb ik van gesproken. Een heel doelgericht instrument, dat heeft altijd zijn effect. We zien dat altijd als we uitpaspartners dan bevragen nadien. Ja, er zijn mensen die vanuit die mail naar die activiteit zijn gekomen. Uh, en het is volledig gratis, dus maak er zeker een keer gebruik van als je daar zin in hebt om je activiteiten in de picture te zetten. En tot slot, al ons beeldmateriaal, ook ons tek tekstmateriaal. We hebben echt een kant-en-klare tekst die je gewoon kunt overnemen om op je website te zetten. We hebben kant-en-klare Facebook posts om te zeggen van kijk, ja, je kunt hier met je uitpas terecht. Gebruik ze maar, ze zijn er om te gebruiken. En wij delen dat dan ook nog een keer op onze eigen sociale media kanalen. als je ons tagt, Dan doen we dat zeker. En dat wordt dus ook gebruikt, zoals ik gezegd heb. Uh, dit is bijvoorbeeld de basculefeesten van Moorseelen. Zij uh, vorig weekend hebben zij een evenement gehad. Wel, zij hebben met ons een uitpasfoto uh, aan de slag geweest met hier een klein icoontje rond uitpas. En zij een Instagram-post opgemaakt om hun volgers te laten weten van kijk, je kunt op ons evenement punten sparen en je kunt deelnemen aan het kansentarief. En dit is dan een foto van de feesten onlangs dit weekend. Zij hebben onze doeken uitgeleend. Om hun grijze nadaars toch wat extra kleur te geven. Extra leuk aan die nadaars trouwens, van die nadardoeken en die herasdoeken. Er staat er ook een QR-code op, maar ik heb dat eigenlijk al verteld. He. En met die QR-code kunnen pashouders met de app nog een extra punt sparen. Een foto van mezelf, maar het is vooral hetgene wat ik vast heb dat belangrijk is. Normaal gezien moest dat nog niet gebeurd zijn. Geef rustig een keer een centje. En er zijn er zeker voor de Kortrijkse en eh, voor de nieuwste partners, zijn ze nog misschien onderweg met de post. Maar normaal gezien zijn er posters en flyers verspreid geweest naar al onze uitpaspartners. Uh, vanaf vorig jaar eigenlijk al. En ook dit jaar, vanaf dat er nieuwe partners zijn, kregen zij een promo-pakketje in de bus. Met een knalhele poster en met wat flyers. Zodat je eigenlijk je uitpaspubliek en je publiek koer kunnen informeren. Van ja, wij doen mee met de uitpas. Je kunt hier punten sparen. Doe het maar. En op die manier uh, promote je uitpas al. En helpen wij je ook. Dan moet je dan niet meer komen op hand bij ons en zo. Dan heb je dat meteen al in de bus. Zijn uw posters kapot? Zijn uw flyers op? Geef ons een seintje opnieuw. Jonathan.zetwest.be, je uitpastrekker, uitpas.zetwest.be. Je vindt ons wel. En dan sturen we je nieuw pakketje op. Goed, verder. Euh, dus we proberen het natuurlijk beknopt te houden. Misschien zijn er nog vragen, en dan mag je die zeker in de chat zetten en we bekijken ze zo meteen. Als u euh, zich afvraagt hoe dat je mee kunt bedenken, bedanken, beter gezegd. Euh, ja, uw micro's staan af, dus uw applaus kan ik alvast niet horen. Maar misschien kun je ons bedanken door deel te nemen aan onze sociale mediakanalen Facebook en Instagram. Daar kun je ons vinden onder Uitpas Zuidwest. En nog 30 seconden wil ik reclame voor iets, iets dat er zo meteen aankomt eigenlijk. De promotie start binnen een week en een half daarvoor. Maar in oktober gaan wij eigenlijk uitpasmaand lanceren. Uh, er is namelijk een leuke mijlpaal bereikt in uh, uitpas Zuidwestgeschiedenis. We hebben eigenlijk deze zomer de kaap van 2 miljoen gespaarde punten overschreden. Uh, waarmee dat we eigenlijk goed zijn voor een vijfde van alle gespaarde punten in heel Vlaanderen. Daarom willen we eigenlijk in de maand oktober een keer 100 exclusieve uitpasvoordelen aanbieden aan al onze uitpashouders en aan alle trouwe spaarders. spaarders beter gezegd. Ik heb het al gezegd, die uitpasvoordelen dat zorgt ook weer voor een boost voor uw activiteit. Mensen worden op die manier gelokt of u Mensen die al komen, worden een keer beloond. Hij wordt ook meegenomen eigenlijk in een hele promo-actie. Uh, per gemeente gaan we een uitpasmail sturen: van kijk, dit zijn de uitpasvoordelen in uw gemeente. Dus u zult daar ook in komen. Uh, we maken uh, een website daar rond waarop de mensen u kunnen vinden. Op uitpas.be wordt je nog een keer extra in de picture gezet door we, vanwege de tag dat we gaan doen met Uitpasmaand. En we maken ook een persmoment uh, waarbij dat iedereen die deelneemt aan Uitpasmaand geïnviteerd is om de pers te woord te staan. Dus heb je daar interesse in om deel te nemen, zeg met die organisatie van kijk, wij kunnen een keer gratis tickets weggeven of een keer gratis gratis of een korting op een initiatie voor die bepaalde sportles. Een kijkje achter de schermen, een drankje na een activiteit of een evenement. Eh, dan mag je dat ook laten weten. Er komt daar ook een, een mailing rond binnenkort, dat zal nu vrijdag zijn, naar al onze uitpaspartners. Voor zij die willen deelnemen, het kan en het kost u niet veel en heb u weer wat extra promo bij. Voor uw, voor uw organisatie maar dus verder wil ik u nog bedanken en als er vragen zijn dan, mag, dan mogen die nu gesteld worden of misschien zijn er al Pieter in de chatfunctie ja er zijn een drietal vragen um, Siglinde vroeg aan wie kunnen we vragen om toegang te krijgen tot de uitpasbalie ik kan, het, ik kan in het kaartbeheerssysteem maar niet in de uitpasbalie Um, ik heb laten weten dat de beheerder van de Bali dit kan. Um, en aangezien dat Silinde van Harrelbeek is, heb ik ze er ondertussen aan toegevoegd. Uh, maar misschien moet je dat kort nog even toelichten, Jonathan, hoe dat, dat zit uh, ja. rond de Bali en medewerkers toevoegen. Ja, en zeker misschien uh, omdat er wat nieuwe. En ik kan een keer mijn presentatie wel wegdoen, hé, dat we elkaar zien. Zeker voor misschien uh, mensen die willen starten met de Uitpas. Uh, je neemt dus ook contact op als je nu. Hé, uh, je volledig mee in het uitpasverhaal, neem dan contact op met die lokale uitpasverantwoordelijke via uitpasad, haroldbeke.be, uitpas En die persoon uh, gaat met u eigenlijk wat documenten ondertekenen, maar zal u ook meetrekken in het hele verhaal van hoe maak je nu een UIT-ID aan met je mailadres. En het is dat mailadres dat zal gekoppeld worden aan een specifieke balie. Als u dan surft naar uitdatabank.be en de uitpasbalie, zal u kunnen inloggen en zal u gekoppeld zijn aan de balie. Stel dat je al een UIT-ID hebt, dat is dat ook goed. Dan zal die persoon u ook koppelen aan de balie uh, die je verlangt. Zo zegt dat eigenlijk. Geef ons een centje en dan, dan staan we voor u klaar. Oké. Okay. Uh, dan was er nog een vraag van Connie. Als ik het goed begreep, moeten we dus alle leden van onze club de kans geven om punten te sparen. Vraagteken. We zitten momenteel met een ledenstop en willen niet te veel reclame maken voor onze club. Um. Oké. Okay. Want natuurlijk het hele uitpasverhaal, uh, ik zeg het hier, een vierde pijler daarvan, is het promo gegeven om net uh, extra uw activiteiten en uw evenementen in de kijker te zetten. Maar dus uh, zeker het punten sparen en het kansentarief gegeven, dat is voor iedereen die deelneemt aan uw activiteiten. Dus ook de mogelijkheid om punten te sparen, uh, heb ik in het begin geschetst, uh, wil dus zeggen van, uh, ofwel hang je een QR-code uit, ofwel heb je een uitpasbezuil uh, ter beschikking. Uh, ofwel kennis je ze, uh, 25 punten per jaar toe via de Uitpas Bali-applicatie, zoals ik het daarnet heb getoond. Maar ik zie dat Conny denk ik net haar ja. uh, micro aan Dus ja, ja. go! go. Uh, Wel ja, het is gewoon omdat uh, we zijn momenteel we zitten een beetje in een moeilijke situatie Dus we zijn geen de partij om echt veel reclame te maken. Wij passen dat toe in het kansentarief, wat dat super is. En de mensen vinden de weg daarvoor. Uh, maar naar leden toe, onze leden zijn niet echt een vragende partij, maar eigenlijk is dat wel een vraag vanuit jullie toe, allee, dat wij dat aan onze leden wel geven. Dus eigenlijk met het volgende inschrijvingsgeld, dus met nieuwjaar, gaan wij gewoon hun uitpasnummer vragen. En dan kunnen wij je die 25 punten toekennen, als ik het goed begreep. Voilà, perfect. Uh, ja, okay. Dat kan op die manier. Je geeft dan gewoon een centje aan, dus weer die lokale uitpastrekker. Die zorgt ervoor dat je ja. activiteit, Want die staan standaard altijd ingesteld op uh, één punt per uh, activiteit. Dus die zal dan mm -hmm. moeten aanpassen naar 25 punten. Ja. En dan, zoals ik het voorgesteld heb, met die, met die functie dat je alle kaartnummers er in één keer in ja. uh, okay. kun je die punten zo toekennen. En. Oké, okay, perfect. Maar zo zorg je er ook voor dat het niet enkel een kansentariefverhaal is, maar een verhaal voor iedereen. He. Dat de vrije tijdspas is voor iedereen. Ja, oké. Okay. Maar het kansentarief allee, dat is redelijk discreet. Um, ja. Wij hebben een, uh, allee, een uitpas e-mailadres mm -hmm. uh, via de club dat ze mij wel vinden. Dus uh, allee, dat is redelijk uh, anoniem. Uh, dus dat, dat werkt goed. Dus uh, dat is echt wel okay. uh, fijn. Allee, heel blij om te horen. Ik vind het ook fijn, Conny. Dank je wel. Oké, okay, merci voor de uitleg. U bedankt. Ja. Dan heeft uh, Isolde nog een vraag. En wie niet tot Haralbeke woord? dan moeten wij een mailtje sturen naar uitpas.zuidwest.be om op de uitpasbalie te geraken. Ik had het denk ik net uh, gezegd. Okay, dus Pieter heeft zijn collega's ook in andere gemeenten. Ja, dus ja. gaat u naar uitpas.waargen.be, dan zal Pieter zijn collega dat voor uw regel uitpas -at, Ja. Uh, dank u wel. Mp. Alsjeblieft. Ja. Oké, okay, en Evelien vraagt: In hoeverre mogen wij gegevens delen, GDPR geweest? Concreet: Papa van dochtertje kreeg van de ex-mama de uitpas niet met, niet met MIA-korting, omdat ze wel dat er geen misbruik mag, van mag gemaakt worden, want de papa heeft geen recht op MIA-korting. Mogen wij de, de uitpasnummer van het dochtertje doorgeven aan de papa? Heeft uitpas nodig voor de opvang? Ja. Dat is een uh, vraag die wel vaker komt. Gescheiden ouders die soms Jan, in geen goede situatie met elkaar gaan zijn, om het uh, soms zacht uit te drukken. Uh, wij kunnen perfect ook uh, als iemand, er zijn soms speelpleinwerken, en ik zie hier ook de opvang die echt een uitpassen gebruiken als lidkaart ook. Uh, wij kunnen perfect voor kinderen twee uitpassen aanmaken: eentje voor bij de papa, eentje voor bij de mama. Natuurlijk, als de papa het kind inschrijft uh, en hij uh, zit niet in een financieel moeilijke situatie. Is het ook niet zo dat, dat hij, uh, en hij heeft er geen recht op, dan is het ook niet zo dat hij voor zijn kinderen, uh, ondanks dat de mama er wel recht op heeft, dan het kortingstarief tarief kan gebruiken. Maar dat zijn soms moeilijke situaties, natuurlijk. Uh, Daar, qua snap. En dan mag je ons zeker ook contacteren altijd. Wij zorgen gewoon dat er een tweede uitpas gemaakt wordt met een tweede uitpasnummer voor het kind, wanneer dat bij de papa is. Maar het is van al verme. Ik hoop me toch dat ouder met elkaar zo goed als mogelijk communiceren. Niet. Uh, maar het valt wel een keer voor, helaas. Ja. En Evelien vraagt dus enkel: jullie maken die uitpas? Uh... Wel, wij, wij, uh, met wij bedoel ik dan ikzelf vanuit Zuidwest, maar ook. Uh... Maar ook de medewerkers van verschillende verkooppunten kunnen uitpassen, aanmaken. Wel, wij maken die dan eigenlijk. Uh, in, in, allee, stel dat dat een persoon is die in Harlebek woont, Pieter, dan zou ik die laten passeren via u, via een verkooppunt. En op die manier kan die persoon dan zijn pas, uh, de pas voor zijn kind ophalen. Dus ja, op die manier gebeurt dat dan. Ja, want dus het kan eigenlijk gewoon door de lokale, in de gemeente zelf of stad waar je woont, kan je naar een verkooppunt gaan en daar de vraag stellen. Dus dat kan zeker. Ja. Dan nog een vraag van Ege. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar in aanleiding van een show, hoe kan je weten of iemand met kanstarief uit jouw regio komt? En als je die persoon toevoegt, hoe weet je van welke gemeente die persoon is, om de 40% terug te krijgen? Staat het allemaal in de app waarmee je de punten scant? Dus perfect, hé. hoe dat je het vertelt, je. Als je de kaart scant, zal het uitpaskansenstatuut sowieso aanstaan. Met een hartje erbij, links van onder, uh, zal er staan Kansenstatuut uitpas uitwest. En het zal ook maar voor die kaarten zijn dat je een kansentarief gaat kunnen toekennen. Moest je mijn pas scannen, zal er staan van, uh, het kan nu niet van buiten, maar er zal iets staan als je kunt geen kansentarief toekennen. Uh, enkel bij die pashouder zal dat wel lukken. Als er iemand komt met zijn kansentarief vanuit Paselstende zal het ook niet lukken. Of van hen. Het zal echt enkel maar iemand zijn uit de regio en dan pas hij het kansentarief gaan kunnen toekennen. Per kwartaal krijg je een mailtje van kijk, er zijn kansentarieven toegekend, zoveel zijn er van Wareham, hier, in, hier zijn er van Kortrijk, die gaan we allemaal kunnen con, uh, controleren. En dan staat er ook weer een handleiding van kijk, stuur die Excel op naar uitpas.wargen.be, uitpas.kortrijk.be, uh, ben verkeerd, kansentarief.wargen.be, kansentarief.kortrijk.be. Dat staat allemaal in die mail en nogmaals, we vinden ons wel als er iets niet zou lukken. En dan uh, weten die gemeentes dat dat hun pashouders zijn en gaan ze die 40% terugstorten. Dus eigenlijk de app zal altijd zeggen wat je kunt doen. Uh, het is niet dat je iets verkeerd kan doen. Eigenlijk. En op het moment zelf hoef je inderdaad als organisator niet te weten van die komt van Wareham of die komt van Minen. Je hoeft dat zelf niet bij te houden. Zoals dat Jonathan zei, na per kwartaal kreeg je een mailtje met onkostennotas en dan staat er gewoon bij, je moet dat sturen naar Wareham of naar Arlbeke of naar Minen. Uh, dus in die zin hoef je daar geen zorgen in te maken. Inderdaad. En Aagje zegt dank u wel. U bedankt, Aagje. Oké. Okay. Dat is alles. Zullen we nog vragen? Voor op... Op dit goed. moment. All um, Hebt u nog vragen? Dan weet u ons te breien. Ik heb het nog een paar keer herhaald uh, dat hoe je dat kan doen. Check zeker nog een keer onze uitpaspartnerpagina, Zuidwest.be. En dan kan je sowieso doorklikken. Uh, maar Zuidwest.be uitpaspartner. En dan kom je er ook. Um, en nogmaals, ja, uitpasmaand komt er dus aan. De uh, hype is real. Dus als er van deel, deel van wil uitmaken, dan bent u zeker uh, welkom daartoe. Maar het is ook geen verplichting. We zijn enorm enorm blij. Moet dat echt nog een keer herhalen. Met het werk dat er al de voorbije jaren is is verzet. Ik merk het ook in de cijfers. 2023 wordt het absolute uitpas-topjaar. Dus gewoon nog een keer een, een diepe buiging van achter mijn scherm voor u. En verder wens ik u nog een prettige, warme avond toe. En misschien tot de volgende keer. Bye bye.